We gaan verder naar de lunch en we zijn hier bij de familie Bauma, Hens Woude. En we gaan zeventiental paarden is één aanwezig, nummer 9 is niet aanwezig. Dus we gaan verder en we gaan ze zo snel mogelijk en zo goed mogelijk beoordelen. So we start with new in after the break. And we are new on Hens Woude, family Bauma. So enjoy the curing. Dat doen we al de hele tijd. Nee, maar Detlef, op zich is het echt niet nodig hoor, want we hebben een opleiding tot scoren. We hebben mei, april en mei met 2 gekeurd.
Dan hebben we hier de uitslag van nummer 1. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is, ietsje zwaar in zijn hoofd-halsverbinding. Ook een hals die ietsje diep en zwaar uit de borst wegkomt. Zou in de bovenlijn ook ietsje sterker mogen zijn. Heeft een lang kruis, wat ook goed van ligging is. Het voorbeen zou een fractie langer kunnen. Het paard is ook licht sabelbenig. In stap is hij voldoende ruim, sluit hij goed aan. Stapt hij ook goed door het lichaam. In draf, dan blijft hij een beetje op de voorhand. En heeft hij wat een duwende beweging. Het is een beetje zwaarmoedig. Zou wat lichtvoetiger kunnen en ook iets meer zweefmoment erin hebben. Vanwege zijn goede stap en een functioneel exterieur wordt het paard vandaag opgenomen en krijgt een derde premie. So now for the people who don't speak Dutch. The horse is noble in the head, the neck is a little bit heavy and coming out deep out of his chest. The back is a little bit weak, the croup is long and a little bit sloping. The front leg needs more length, and the walk was roomy enough and good through the body. In trot, she needs more uphill and the hind legs more under the body. Overall, we take it up and take it in the stud book with a third premie.
Uitslag van nummer 2. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft een ietsje korte, zware hals. Ook in de bovenbouw, in rug, lenden en kruis zou ietsje sterker mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte. Paard zou ook iets meer lengte in zijn voorbeen kunnen hebben. En met name rechtsvoor zou het beenwerk wat correcter moeten zijn. Het achterbeen is licht sabelbenig. De stap was nu niet ruim en ook niet taktmatig. In draf dan, is het paard wat neerwaarts en zou je ook iets meer zweefmoment moeten hebben. Maar we hadden goede IBOP-cijfers er wel bij, die hadden we eventueel over kunnen nemen. Maar door het incorrecte voorbeen rechtsvoor wordt het paard vandaag niet opgenomen. Nummer 2. Noble head, the neck is a little bit short and a little bit heavy. The back and also loins croup was a little bit weak. The legs, on the right front leg was not correct. The walk needs more regularity and more roomy. In trot, she needs more uphill and the hind legs more under the body. And she had a good IBOP, but the incorrect right front leg, we can take her in the stud book.
Uitslag nummer 3. Een paard dat voldoende edel in zijn hoofd is, een beetje lang in het hoofd, heeft een iets korte hals, wel voldoende van ligging is verticaal. Schouder is lang en schuin. In het middenstuk zou het paard misschien ietsje sterker kunnen zijn, vooral kruislendenen. Het paard heeft een lang, iets hellend kruis. Het voorbeen is voldoende van lengte. Het achterbeen is ook licht sabelbenig. De stand van het voorbeen zou iets correcter mogen zijn. De stap is wel voldoende van lengte, ook takmatig, maar zou meer souplesse kunnen hebben, meer door het lijf kunnen stappen. In draf is het paard voldoende opwaarts, heeft hij ook een achterbeen wat er voldoende onder komt. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek en krijgt een derde premie. Voor een hogere gradering zou hij toch correcter in het voorbeen moeten zijn. En de stap meer activiteit moeten vertonen. Nummer 3. The head is noble enough. The neck is a little bit short and heavy. The upper line loins croup connection zou iets a little bit stronger have. The croup is long, a little bit sloping. The front legs could correct her. And walk, she needs more activity. Roomy enough, but more suppleness. In trot, she was uphill, and hind leg was good to use under the body. So we take it in the stud book with the third premie.
Nummer 4. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Zou iets meer neklengte kunnen hebben. De hals is lang genoeg, komt ietsje dieper de borst. Heeft een lang schouder. Bovenlijn is voldoende sterk, goed aangesloten. Kruis is voldoende van lengte, is ietsje hellend. Het voorbeen is voldoende lang, maar is nogal Frans gesteld. Het achterbeen is licht zadelbenig en zou ook ietsje meer, iets droger kunnen mogen zijn. De stap was voldoende ruim en ook voldoende actief. In draf is het paard voldoende opwaarts. Blijft wel een beetje duwend, maar heeft veel ruimte in die draf. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Hij zou iets meer kwaliteit in zijn benen moeten hebben voor een hogere gradatie. Oh, Engels. The horse is noble, head is noble, long vertical neck, the shoulders long. The upper line could a little bit stronger for a young mare. The croup is long enough, a little bit sloping. The quality of the legs, the front legs are very tuning out. And the hind legs need more hardness. The walk was roomy, powerful. And in trot, she was uphill, but the hind legs needs more under the body. So she comes in the stud book with the third premie.
Nummer 5. Een paard met veel ras, veel halslengte. Heeft in het hoofd zou hij iets edeler mogen zijn. Heeft wel een lang schouder die een beetje stijl is. De bovenbouw zou hij misschien ietsje sterker in de rug kunnen zijn. Maar heeft wel een brede, sterke lendenpartij. Een kruis wat voldoende van lengte is, ietsje hellend. Het paard heeft een lang voorbeen wat correct gesteld is. Ook het achterbeen is licht sabelbenig. Zou met name linksachter ietsje droger mogen zijn. De stap was voldoende ruim en ook voldoende door het lichaam. In draf heeft het paard veel voorbeengebruik. Het achterbeen zou dan toch wel iets meer onder de massa mogen worden gezet. Maar de bewegingsafloop van het voorbeen zou ook correcter moeten zijn. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Number 5, a horse with a lot of racial type, and a nice long neck, what vertical is, and long shoulder, a little bit steep. Upline is a little bit weak, and the loins are very musculated and good. The croup is a little bit is long, but a little bit sloping. The quality of the legs was good. A little bit sickle hocked in the hind legs. The walk was roomy and also good through the body. In trot, she's good uphill, but the hind legs needs a little bit more under the body. So we take it in the stud book with a third premie.
Nummer 6. Een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Hij heeft wat een recht lang neusbeen. De hals is voldoende van lengte, ietsje zwaar. De schouder ligt er goed in. De rug zou iets sterker mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte. Het paard is wat neerwaarts gebouwd. Zou ook iets meer lengte in zijn voorbeen kunnen hebben. Het beenwerk is voldoende van kwaliteit. De stap zou wat meer regelmaat en takt mogen hebben. Ook iets meer ruimte. In draf maakt het paard zich groot. Dan komt hij met schoft omhoog. Zet hij zijn voorbeen goed weg. Het achterbeen zou iets meer onder de massa mogen. Het paard wordt vanwege ras, bouw en beenwerk opgenomen in het stamboek. Nummer 6. The head could a little bit nobler. The neck is a little bit heavy and but long enough. The shoulder is good. The upper line could a little bit stronger for a young horse. The croup is long enough but a little bit sloping. The quality of the legs is good. The walk needs more roomy and also more regularity. In trot, she's coming uphill and could a little bit more the hind legs under the body. Overall, we take it in the stud book.
Paard nummer 7, een paard met veel front. Paard kijkt de wereld in. Heeft een edel hoofd, veel neklengte, ook veel halslengte, een goede schouderligging. De bovenbouw is voldoende sterk. Kruis is wat hellend, voldoende veel lengte. Heeft ook een lang voorbeen, de paard is bijna opwaarts gebouwd. Heeft ook een beetje een sabelbenig achterbeen. De stand van de voorbenen zou iets correcter kunnen zijn. Het paard is nogal wat toontredend. In stap is het paard, heeft hij voldoende lengte, ook makkelijk door zijn lijf stappend. In draf, ja, zo wil je ze graag zien draven. Het paard is opwaarts in draf. Heeft een onderbrengend achterbeen, heeft een dragend achterbeen. Heeft veel zweefmoment, ook een goed voorbeengebruik. Vanwege deze goede draf en ook veel ras wordt het paard vandaag stamboek ster met een tweede premie. Number 7, horse with a lot of front. And a nice vertical neck, long neck, good noble head. The back is a little bit weak. The croup was long but a little bit sloping. The quality of the legs, the front legs were tuning in. In walks, he was at a lot of roomy, good using of the body. In trots, he was uphill, good a lot of suspension and good using hind leg. So overall, we take it in the studbook star with the second premium.
Paard nummer 8. Paard zou iets edeler in zijn hoofd mogen zijn, ook iets meer nek kunnen hebben. Hals is voldoende van lengte, is iets horizontaal. De schouder is goed van ligging. Sterke bovenbouw. Heeft een goede aansluiting aan de kruis-lendenpartij. Het kruis is voldoende van lengte. En ook van ligging. Het paard is een beetje neerwaarts gebouwd, zou iets opwaarts gebouwd kunnen zijn. Het paard heeft voldoende kwaliteit in zijn benen. Alleen achter zouden we wat meer versenen willen zien. Het paard is ook wat sabelbenig. In stap maakt hij voldoende ruimte en dan zou hij wel wat meer takt kunnen hebben. In draf zou het paard meer opwaarts moeten draven, ook meer onder moeten treden met het achterbeen. Het is wat een duwende beweging. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Nummer 8, the head could a little bit nobler, the pull of the neck is a little bit short, the neck is long enough, a little bit horizontal, the good upper line, strong back, strong head, strong loins croup connection, the croup is long enough, and the quality of the legs is and hind legs is a little bit sickle hocked. The walk was roomy enough, but could a little bit more regularity. And trot, she needs more uphill, and the hind legs more under the body. Overall, we take it in the stud book. Combinatie 3-3 in Duitsland en de laatste van Timmel. Thank you.
Nummer 10. Een paard met, die zou wat edeler in zijn hoofd kunnen zijn. Heeft wat een lang recht neusbeen. Paard heeft een lange hals die voldoende verticaal gesteld is. Schouder is schuin. Ook de bovenbouw is sterk. En het kruisje is een beetje afhellend. Voldoende van lengte. Ook het voorbeen heeft voldoende lengte. Het achterbeen is licht sabelbenig. Het zou ook ietsje meer hardheid kunnen vertonen. In de stap dan missen we toch de ruimte in het voorbeen. Het voorbeen is zeer snel weer aan de grond en zou wat verder weg moeten worden gezet. En datzelfde is eigenlijk ook in draf het geval. Het achterbeen heeft wel voldoende ruimte, maar het voor zal u meer weg moeten zetten. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Number 10, the head could a little bit nobler, long neck, a little bit horizontal. The upper line is strong, good connections. The croup is a little bit sloping, but long enough. The quality of the legs is good, a little bit sickle hocked. The walk need more roomy in the front legs, and also in trot we're missing the rooming in the front legs. So overall we take her in the stud book.
Dan hebben we nu nummer 11. Ook een paard wat misschien iets edeler in zijn hoofd zou kunnen zijn. Ook iets meer neklengte kan hebben. Het paard heeft een hals die voldoende van lengte is. En ook verticaal gesteld is. Een goede schouderligging. Is ook voldoende sterk van boven. Kruisje zou iets meer lengte kunnen hebben. Ook het voorbeen mag iets meer lengte hebben. Is correct van stand. Het paard was in stap, is hij ruim, heeft hij voldoende, heeft hij veel lichaamsgebruik, is een gemakkelijk stappend paard. In draf is het paard wat neerwaarts en heeft hij een wat hoger ritme, zou iets meer zweefmoment mogen hebben. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Horse number 11, horse could a little bit nobler in the head. The pull of the neck could a little bit more length. The neck is long enough and vertical. The upper line is strong enough and also the croup is long enough. And the quality of the legs was good. The walk was roomy and powerful and good through the body. In trot, there was a high rhythm and needs more suspension. So we take it in the stud book today.
Uitslag nummer 12. Een paard wat meer rasttype zou kunnen hebben. Zou edeler in zijn hoofd kunnen zijn. Ook wat meer behang. Het paard is ook een beetje horizontaal in zijn hals. Het paard heeft wel een hele sterke bovenbouw. Een lang kruis, wat ook licht hellend is. Een lang voorbeen, wat we graag zien. Ook het achterbeen is licht sabelbenig. En het paard is ook iets week gekoot. Het is een paard van veel uitersten. In rest zou je maar wat anders zien. Het paard is sterk gebouwd. En in het beenwerk zou je misschien ook iets meer kwaliteit willen zien. Maar het paard wat ook heel ruim stapt, ook makkelijk door zijn lichaam stapt. Je zag ook dat de voorbrenger eigenlijk niks hoefde te doen. Het paard stapte zelf heel gemakkelijk weg. In draf is hij opwaarts, heeft hij goed voorbeengebruik. Daarbij zou het achterbeen toch nog wel iets meer onder het lichaam geplaatst kunnen worden. Maar al met al, vanwege een goede stap en een sterke bouw, wordt het paard vandaag ster met een tweede premie. Nummer 12. Horse could a little bit nobler in the head. Een long horizontal neck. The racial type is not so very good from this horse, but it is a horse with a good conformation. Strong in the upper line, good long croup, and the legs could have a little bit more quality. This is a lot of sickle hocked. The walk was very roomy and powerful and good through the body. And the trot was uphill, but the hind legs needs a little bit more under the body. Overall, we take it in the studbook star with the second premie.
buurt. Uitslag nummer 13. Paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Een beetje een korte, zware hals heeft. Schouder is wat stijl. De rug en vooral kruislendenaansluiting zou iets sterker mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte. Is iets hellend. Paard mist iets in lengte in zijn broekspier. De kwaliteit van de benen was voldoende. Droog in de benen. De stap is voldoende ruim, actief en goed gebruik van zijn sprongen. In draf is de paard, blijft hij wat neerwaarts, heeft hij wat een hoog ritme, mist hij smeefmoment wat. Voor een, vandaag nemen we hem op in het stamboek. Horse nummer 13. The head is noble enough. The neck pull of the neck could a little bit longer. The neck is a little bit short and a little bit heavy. The back is a little bit weak. And the croup is long enough, a little bit sloping. The walk was roomy and good for the body. In trot, he was downhill and high rhythm. So we take it in the stud book today. Ja,
Nee, januari is gaan we pauze. Ja.
Nummer 14. Een paard met een edel hoofd, veel behang, een grote lange voorpluk. Heeft een iets horizontale hals. Wel een goede schouderlegging, een lang schouder. Zou in de bovenlijn is die, zou ietsje sterker mogen zijn. Kruis is een beetje afvallend, wel voldoende van lengte. Paard heeft ook een voldoende voorbeenlengte. Is ietsje neerwaarts gebouwd. Beenwerk is hard en droog. Voldoende van kwaliteit. De stap is ruim en krachtig. En makkelijk door het lichaam stappend. Heeft een goede stap over zich. En in draf en, zou je misschien iets opwaarts mogen draven. Maar het paard heeft een goed achterbeengebruik. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Ster met een tweede premie. Nummer 14, horse with a beautiful head, a lot of manes, good long neck, a little bit horizontal, good upper line, a little bit weak in the back, but and croup is long enough and a little bit sloping, good quality of the legs, the walk was roomy and good through the body, a good walk, and trot he needs a little bit more uphill. And also good using of the hind legs. So overall, we take it in the stud book. Star with the second premie.
Nummer 15. Paard wat misschien iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft een voldoende lange hals, ook voldoende nek. Schouder is goed van ligging. Ook sterk in de bovenlijn, goed in zijn verbindingen. Kruisje is iets hellend. Wel voldoende van lengte. Het beenwerk is voor goed gesteld. Zou iets meer lengte in het voorbeen kunnen hebben. De achterbeen is wat week gekoot en ook wat sabelbenig. Is ook behoorlijk grof op het reebeen. De stap was ruim met veel pas en ook makkelijk door het lichaam stappend. In draf is het paard voldoende opwaarts en heeft hij ook voldoende achterbeengebruik. Vanwege zijn goede stap wordt het paard vandaag opgenomen in het stamboek ster verklaard met een tweede premie. Nummer 15. The head could a little bit nobler. Long vertical neck. Good shoulder. Upper line is strong. The quality of the legs, the hind legs are very single hocked and also weak in the pastern. The walk was roomy and good through the body and powerful in trot. She is good uphill and good hind leg using. So overall we take her in the stud book star with the second premie.
Nummer 16. Paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Paard heeft wat een zware hals die ook wat vrij diep in de borst wegkomt. Ook wat onderhals. Het paard heeft wel een sterke bovenlijn, is goed aangesloten, kruislende in de partij, heeft een voldoende lang kruis, ook goed van ligging. Voorbeen zou een fractie langer mogen zijn. Het achterbeen is goed van stand, zou wel iets meer hardheid in de benen kunnen hebben. Paard wat ruim stapt, ook goed door zijn lichaam stapt, ook daarbij veel spronggebruik heeft. In draf is het paard voldoende opwaarts, heeft ook een goed achterbeengebruik. Voorbeen zou misschien ietsje meer uitgelegd kunnen worden. Maar al met al, vanwege een goede, sterke bouw en ook een hele goede stap, wordt het paard vandaag stamboekster met een tweede premie. Number 16, horse with a noble head. The neck is heavy and coming out deep out his chest. And the upper line is strong. Long group, good group. The quality of the legs, good, a little bit more hardness in the legs. The walk was roomy and powerful, and also in trot, he was a little bit downhill, but a good using of the hind legs. So overall, we take it in the studbook star with the second preview.
Nummer 17. Een paard wat misschien iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft voldoende neklengte. De hals is een licht horizontaal. Paard heeft een schuinschouder. Een rug zou ietsje sterker kunnen zijn, beter aangesloten kunnen zijn. Kruis is voldoende van lengte, iets hellend. Voorbeen zou iets meer lengte kunnen hebben. De beenwerk is voldoende van kwaliteit. Paard zou iets ruimer kunnen stappen en soms is hij iets kwetsbaar in de wendingen. In draf is hij voldoende opwaarts, maar dan zou je ook het achterbeen iets meer onder het lichaam moeten plaatsen. Al met al vonden wij dit paard een derde premie waard. Nummer 17, the horse could a little bit nobler in the head. Could the long neck, a little bit horizontal. The upper line is a little bit weak. The croup is long and a little bit sloping. The quality of the legs was good. The walk was roomy, but could a little bit more regularity. In trot, he is needs more uphill, and the hind legs is a little bit more under the body, but overall we think it's a third premie.
Nummer 18. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft wel wat een klein oog. Een paard wat een verticale halsstand. Die ook voldoende van lengte is. Schouder is er voldoende schuin en ook voldoende lengte. In de rug zou het paard misschien ietsje sterker mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte, maar iets hellend. Paard mist iets voorbeenlengte. De kwaliteit van het achterbeen zou wat harder en wat droger kunnen zijn allemaal. De stap was wat kwetsbaar, die zou ook meer lengte moeten hebben en ook iets ruimer moeten zijn. In draf waardeert het paard zich wel op. Hij gaat makkelijk en lichtvoetig en heeft veel ruimte in die draf. Maar vanwege kwaliteit, beenwerk en de stap wordt het paard vandaag niet gepremeerd. Nummer 18. The head is noble enough, a little bit of small eye. The conformation horse is good, a little bit stronger in the back. A long croup, sloping croup. The quality of the legs, missing some hardness. And the walk was short and missing some power and not through the body. In trot, he was uphill and a good hind leg using, but no preemie today. Zo, so dit was de laatste voor vandaag. We hebben een goede vlotte keuring gehad. Ook kwaliteit ongeveer het gemiddelde van Nederland. De paarden zaten er goed verzorgd uit. Wij zijn goed verzorgd, dus wij waren tevreden vandaag. We zien jullie morgen terug bij Stol Chardon met een 40-tal paarden, wat ik begrepen heb. Die keuring begint om 10:00. Dus wat dat betreft, tot morgen. Ik ben er niet bij, maar er is een andere jury. Dus tot morgen bij de livestream. So this was the last horse today. We had a good keuring, good weather. Nice horses and good quality. So we see you back tomorrow in Stal Chardon om 10:00.